Hallo, mijn naam is Jan en ik organiseer samen met mijn team op 8 juni de Strong Viking Obstacle Run Water Edition. We willen voor jullie de beste obstacle run ter wereld organiseren en samen met jullie gaat het lukken. We hebben een fantastisch gebied met strand, bossen, modder, weilanden, moerassen, een berg en heel veel water. Een parcours van meer dan 19 kilometer met nog geen kilometer asfalt, want daar houden wij niet van. We werken samen met de meest ervaren parcoursbouwer en parcoursmanager van Europa. En we hebben meer dan 30 uitdagende hindernissen en natuurlijk de Valhalla tent. Want als je de finish haalt, moet er natuurlijk wel gevierd worden. Dus zorg dat je van tevoren afspreekt wie de Bob is. Jullie zullen fysiek en mentaal flink worden getest. Maar met een goede basisconditie, daar verstaan wij een nieuwe jogger onder, en flink wat doorzettingsvermogen gaan jullie het redden. Ga de uitdaging ook samen aan. Je krijgt niet alleen korting bij het inschrijven, maar je zult elkaar ook nodig hebben onderweg. En carpoolen is natuurlijk beter voor ons milieu. Maar de trein is nog beter en station Dukenburg is op 15 minuten loopafstand. Ik laat nu een plattegrond zien waar ik de routing zal beschrijven. Vanaf de A73 en N324 rijd je het parkeerterrein op. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars en graag 5 euro parkeergeld gereed houden. We adviseren je om minimaal 1,5 uur van starttijd aanwezig te zijn. We starten in startvakken vanaf 10 uur met 20 minuten tussenpauze. Je krijgt je definitieve starttijd gemaild. Bij het betreden van het terrein vindt zich aan de linkerzijde het wedstrijdsecretariaat. Hier krijg je een envelop. Daarin bevinden zich het startnummer, een polsbandje voor de garderobe en één voor je t-shirt. Doe deze om en bevestig één om je tas voor de garderobe. 50 meter na het wedstrijdsecretariaat bevindt zich de omkleedtent en de garderobe. Lever hier je spullen in. 50 meter verder bevindt zich het startvak. Zorg dat je minimaal 10 minuten voor starttijd klaar staat in verband met de warming-up. Dan start je uitdaging. Elke meter ga je voelen, maar het finishgevoel vergeet je nooit meer. Je zult goed verzorgd worden. Na ongeveer 5, 10 en 15 kilometer bevinden zich posten waar je AA, water of iets te eten krijgt. Na de finish krijg je een t-shirt, een flesje AA en een bon voor een pul bier die je kunt inleveren in de Valhalla tent, die zich 30 meter achter de finish tent bevindt. Mocht je nog vragen hebben, check onze website strongviking.com. Heel veel succes met je voorbereiding, tot 8 juni. Are you ready? Say hoorah!